Heel goedemorgen, welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas. 31 december, altijd een memorabele dag, goed voor de bekende lijstjes. Feit is dat tot september het jaar 2018 wederom als een zeer goed beursjaar de boeken in leek te gaan. Nu, enkele maanden later, zijn de kaarten opnieuw geschud en kijken we tegen grote verliezen aan op de Amerikaanse financiële markten, mede ingeleid door de val van de Chinese beurs. Deze laatste daalde maar liefst 25%. Angst over mondiale groei, handelsoorlogen en bovenal het kantelen van de rentecurve, waarbij de korte rente opliep en de lange juist weer terugviel. Donald Trump en zijn Twitter-account waren meer dan eens reden voor grote bewegingen op de wereldwijde financiële markten. Deze zijn vandaag overigens beperkt open. In de VS sluiten ze al om 7 uur vanavond. In Europa blijven veel markten gesloten. Onder andere de Duitse markt, Oostenrijk, Zwitserland, Scandinavië en Italië blijven dicht. In Amsterdam sluiten de markten om 2:05, in Londen om 2:30. Amerikaanse futures laten vanmorgen een plus van 200 punten zien. Dat trekt het sentiment in Europa nog wat mee. De future in Amsterdam geeft dan ook een iets hogere opening aan. PostNL krijgt weer de nodige kritiek op de behandeling van haar postsorteerders. KLM wil juist stoppen met het tax-free verkopen. Tot nog toe staat de AIX ruim 8% in de min voor het jaar. En we hebben nog maar een korte dag te gaan, dus dat zal nog lastig worden. Eén ding is zeker, nieuwjaarsdag zijn alle financiële markten gesloten. Maar daarna zijn wij gewoon weer terug met een nieuwe markets update van BNP Paribas.